Welkom allemaal bij de podcast van Fysio Insight. Ja, welkom allemaal bij de vierde podcast in de serie Pijn. Het is vandaag 29 april 2022 en vandaag is onze podcast gast professor Dr. Wim Dankaerts. Wim Dankaerts is manueel therapeut in zijn eigen praktijk. Hij is afgestudeerd in 1990. Hij is in 1995 richting Australië vertrokken om daar manuele therapie te doen. In 2005 heeft hij daar zijn doctoraat gehaald voor de manueel therapie. En dat was aan de internationaal gerenommeerde Curtin University in Perth. Daarnaast heeft Wim een groepspraktijk in Tiene, dus ongeveer 35 kilometer ten zuidoosten van Leuven. Half uurtje rijden, denk ik zo, met de auto. En is verbonden aan PainEd, waar we al eerder met Pieter O'Sullivan hebben gesproken. En het aantal publicaties is ook indrukwekkend. Een 80-tal heb ik er geteld. Naast al zijn werk geeft hij ook nog cursussen over cognitieve functionele therapie bij Via Perspectief. Sorry. En hij is hoofddocent, professor aan de Katholieke Universiteit in Leuven, waar hij musculoskeletale revalidatiewetenschappen doseert. Hele mond vol. Welkom, Wim. Dank u, Joost, voor deze introductie en uitermate dank voor de invitatie. Ik vind het voor mij bijzonder vereerd om in dit rijtje aan te schuiven en deze podcast met jou te kunnen doen. Mm-hmm. Heb ik iets gemist in de introductie? Nee, ik denk dat het meer dan voldoende is wat het professionele leven betreft. Nou, dat wou ik zeggen. En daar gaat het uiteindelijk over, hè. Dat is mooi samengevat. Het is jaloersmakend als ik het zo het hele rijtje bekijk. Het is echt prachtig wat je allemaal al bereikt hebt. Dank u. Nou, we hebben een tiental vragen. We hebben vooraf afgesproken dat ik tutoieer. Even voor de duidelijkheid, dat mensen niet denken dat ik... Alsjeblieft, heel graag. Jij mag jij zeggen. Ja, gelukkig. We zijn even oud bijna, dus het heeft niets met respect te maken dat ik je zeg. Ten eerste, Wim, je bent in 1990 afgestudeerd, hè? Hoe is je ontwikkeling, hoe is de ontwikkeling in je professie gegaan? Wat is het grote verschil sinds het afstuderen in 1990? Wat zijn de grootste veranderingen die je zo... Ja, het is een hele grote vraag dit, want er is nogal wat veranderd in ons vak. Ja, dat klopt natuurlijk, hè. Dus als ik praat over mijn persoonlijke ontwikkeling, dat is een constante journey eigenlijk, hè. Dat is een constante reis, denk ik. Ik denk, als ik dat heel kort, omdat het een zeer brede, grote vraag is, moet wat samenvatten in een paar one-liners. Dat is eigenlijk, denk ik, vooral de manier waarop we gaan kijken zijn naar patiënten, in dit geval met patiënten met aanhoudende musculoskeletale pijn, de manier waarop dat we gaan luisteren zijn. En dat eigenlijk vanuit een sterk structureel biomechanisch model. Ik noem dat een beetje de old school of manual therapy, met alle respect, die zeker zijn waarde had en nog altijd heeft. Maar dat we eigenlijk toch vanuit een veel breder, multidimensioneel, multifactorieel model gaan kijken zijn. En ik denk daar zaken zoals in de jaren 90, als ik afstudeerde, een vak zoals klinisch redeneren, dat bestond niet. Hè. Laat staan, een vak over communicatie, dat bestond niet. We kregen pathologie, dus alles was kapot en er was dan ook weinig aan te doen als het kapot was. Buiten een beetje vanuit dat mechanistische, hè, zoals een band van een auto, ja, vervangen, een nieuw knie steken. Of het mechanistische, het zit vast, dat een beetje gaan aanpassen. Mm-hmm. Door los te maken en manuele therapeutisch gaan te mobiliseren en te gaan manipuleren. Mm-hmm. En ik denk hoe dat we nu kijken en vooral hoe dat we nu luisteren naar een patiënt.
En hoe dat we die nu zien als absolute individuele mensen die hun eigen ervaring achter de rug hebben, dat is eigenlijk de grootste verandering, denk ik, in het beroep, denk ik. Dat ik ook persoonlijk, dat ik persoonlijk heb meegemaakt. Zeker. Ja. Ik denk een beetje vanaf de tijd dat Wilson en Cleary begonnen, is de grote ommedraai gekomen eigenlijk in het denken. Of zie ik dat verkeerd? Nee, er zijn een aantal zaken. Je kunt de Waddell Back Revolution, Back Pain Revolution, als het nu heel specifiek gaat over lage rugpijn. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen wel met wat individuele voorbeelden kan afkomen wat revolutionair. Ik haal dat nu aan omdat een titel zelf ook wel een revolutie teweeggebracht heeft. En niet alleen de titel, maar ook wat daarop volgde. Er zijn heel wat zaken gebeurd eigenlijk die ons... Maar ik denk vooral, en dat ben ik begonnen met te zeggen, vanuit weer naar de patiënt gaan luisteren. We hoorden vanuit die patiënten zelf, als we daar de moeite voor deden, dan hoorden we dat we wel andere zaken moesten integreren dan wat initieel gedacht werd vanuit dat biomechanisch, structureel, patho-anatomisch substraat eigenlijk. Mm-hmm. En de integratie van de pijnneurowetenschappen in heel dat manier van denken is ook wel een enorme stap geweest, denk ik, die heel wat veranderingen teweeggebracht heeft. Zeker. En nog altijd, we staan nog altijd voor heel veel uitdagingen, denk ik. Maar dat is toch wel een paradigm shift, denk ik, dat stilaan niet alleen in de klinische praktijk aan het doordrippen is. Hè. Dat is vaak een traag proces, maar ook in curricula. Soms loopt het een wat sneller dan het andere, waar je hervormingen ziet waar dat gebeurt. Klopt. Waarom heb je besloten om naar Australië te gaan in 96? Was het 96 of was het eerder? Het was in 95. 95, ja. Het was uiteindelijk in 95, omdat dat een mooi land is. Simpel gezegd was het, ik had al wel wat opleidingen in manuele therapie, zoals het toen echt ook wel noemde, gevolgd. Onder andere in Nederland, aan de SOMT, een aantal jaren, maar ook in België. En ik was enorm gepassioneerd door die materie. Maar het idee van daar, waar eigenlijk de bakermat is, enerzijds, daar ontstaan. Maar anderzijds ook de mogelijkheid om daar een jaar fulltime bezig te zijn. Want dat waren toen eigenlijk fulltime programma's, enfin, nog altijd, dat zijn volledige jaarprogramma's. Mm-hmm. En letterlijk op een eiland zitten, dat je full focus kon hebben wat de studies betreft. Ik werkte op dat moment in twee groepspraktijken. Ik had toch al wel wat klinische ervaring opgedaan. En dat was ook een essentiële vereiste, dat je relevante klinische ervaring had. Ik had zelfs al wat opleidingen gedaan en ik vond, ja, dat is eigenlijk de place to be, waar er ook een historiek was van meer dan 20 jaar. Zeker. Toen, begin van de jaren 90, halfweg van de jaren 90, was Nederland sowieso vooruit op Vlaanderen wat betreft. Ja, Nederlands zijn altijd een beetje vooruit op de Vlamingen, hè? Maar, nou, niet in alles, hè? Zeker niet in alles. Nee, maar wat manuele therapie betreft, musculoskeletale revalidatie, stond dat echt in de kinderschoenen wat de opleidingen betreft. Mm-hmm. En ik dacht, als je dan kan gaan naar een instelling waar het eigenlijk al ruim 20 jaar is ingebed, waar eigenlijk mensen die op dat moment ook wel wat impact hadden vanuit het klinisch translatoire, mensen zoals Bob Elvie, hebben mij daar enorm in aangetrokken, maar dat waren... Dus lesgevers daar waren mensen zoals Lance Toomey, Jim Taylor. Dat waren mensen die de boeken schreven over de physical therapy bij low back pain. Vanuit een patho-anatomisch, patho-fysiologisch perspectief en zo verder. Van die mensen zoals Max Zussman, die op gebied van pijnfysiologie, man is ondertussen overleden, maar eigenlijk absoluut baanbreker was avant la lettre. Mm-hmm. Als je kijkt hoe dat nu soms geïntegreerd is binnen de experimental learning bijvoorbeeld, had hij eigenlijk al heel vroeg inzichten en was enorm kritisch naar het biomechanisch model van de manuele therapie. Hij zegt, je gaat dat niet kunnen volhouden, je moet breder denken.
Mm-hmm. Waren mensen die ons enorm challengen, eigenlijk uitdaagden continu om breed te denken. Zeker. Nou, ik heb eigenlijk als volg daarop, dat is niet een vraag die ik eigenlijk in eerste instantie wilde stellen, maar welk land loopt nu voorop? Of is het tegenwoordig door de moderne communicatie steeds makkelijker dat je groepen krijgt waarin ieder in zijn eigen land samenklontert? Ik denk dat het minder uitgesproken is dan vroeger. Mm-hmm. Waar Australië toen, denk ik wel, misschien ook wel een bias, hè, maar waar dat Australië toch wel sterker naar voren sprong, denk ik. Maar dat je nu inderdaad, als je nu ziet naar de teams, hè, als je gewoon ook naar onze groep kijkt rond PNET, dan zien we dat omwille van, om je een voorbeeld te geven met alle internationale studenten, dat was ook een van de redenen dat mij aantrok om naar Perth te gaan. Mm-hmm. Dat was een internationale setting, daar kwamen mensen van over heel de wereld. En wij deelden één e-mailadres met alle studenten, want e-mail was toen net zijn optreden. Mm-hmm. Maar als je nu kijkt naar de communicatiemiddelen die er zijn en het effect daarvan op de onderzoeksgroepen, het is niet meer van dit land en daar groepeert zich een onderzoeksteam rond, maar het gaat zelfs verder van waar zitten mensen die goed zijn en hoe kunnen we die binnen een team samenbrengen om eigenlijk te kijken, met een brede kijk dan, zo doen wij het ook binnen ons team, rond de aanpak bij complexe musculoskeletale aandoeningen, in dit geval vanuit complexe aanhoudende pijn eigenlijk, vooral rond wervelkolom, lage rugpijn gerelateerd, maar duidelijk ook omdat we zien dat hetzelfde model toepasbaar is, ook rond andere regio's uiteraard. Mm-hmm. Is dat ook in die tijd dat je, laat maar zeggen, kennis gemaakt hebt met Peter O'Sullivan en dat je daar eigenlijk de wortel samen met hem hebt gelegd in het verhaal? Ja, absoluut. Het is eigenlijk een beetje een heel grappig verhaal, want toen ik in 95 ging, zat Pieter in Europa rondreizen. Dus Pieter had zijn masterproef toen gestart. Maar toen zei men direct eigenlijk vanuit het supervisieteam van nee, dit is echt gewoon veel te important, veel te belangrijk. We moeten dat upgraden naar een PhD. Maar daarvoor was een follow-up van zijn RCT nodig. Mm-hmm. En dan heeft hij gezegd van ja, ik moet toch een jaar wachten voor ik mijn follow-up resultaat. En dan begon hij te wereldreizen. Dus hij zat aan deze kant van de wereld, terwijl ik aan de andere kant van de wereld zat. Maar juist op het einde, de laatste weken van onze postgraduate course, Bob Elvie was wel heel die periode aan het aankondigen, zo van we gaan Pieter nog krijgen, En dan heeft hij wel echt heel veel van de lessen ingevuld. En hebben we elkaar leren kennen en die zijn eigenlijk de eerste stappen gezet. Hij was ook degene die mij blijven volgen is en eigenlijk bijna stalken om te zeggen, je moet terugkomen en doctoraat komen doen. Mm-hmm. En vanaf toen is dat eigenlijk aan het rollen geweest. Ik was zijn eerste doctoraatstudent eigenlijk, fulltime PhD'er. Mm-hmm. En dan is ook de samenwerking met de naamgenoot, maar geen familie, Karen O'Sullivan, begonnen. Right. En hebben wij heel veel. Uit Ierland komt hij, meen ik, toch? Pardon? Andere O'Sullivan komt uit Ierland, toch, meen ik? Of... Ja, we komen allemaal van Ierland, ja. Ze zijn dan verspreid. En vandaar voor alle duidelijkheid. Dus Karen is inderdaad gebaseerd, based in Limerick in Ierland, mm-hmm. Klopt. Mm-hmm. Waarom ben je zo geïnteresseerd geraakt in het onderwerp pijn? Ja, dat is eigenlijk vanuit die aangrijpende verhalen van de patiënt zelf en eigenlijk de kale reis waarvan dat ze thuiskwamen in het huidige gezondheidssysteem. En ik was eigenlijk op zoek, ik ben iemand die nogal heel graag uitdagingen, die niet uit de weg gaat, maar die zoekt eigenlijk. En de bomen door het bos zien bij die patiënten en vanuit een luisterend, validerend, want zo begint het dan, dus voor mij essentieel, perspectief eigenlijk, die soms dramatische verhalen aan horen en dan zien het vacuüm dat gecreëerd werd in het huidige gezondheidssysteem. En dat vond ik eigenlijk iets dat ik dacht van, ja, dit is niet oké, dat die mensen ofwel niet geloofd werden, ofwel ergens een verklaring kregen, ofwel ergens een traject kregen waar dat er geen resultaat bij was. Mm-hmm. En met alle respect, hè, dus bij andere
keuzes die men soms maakt, dan zeg men gaat in de sportkinestherapie of men gaat in een andere type van revalidatie. De uitdaging die de complexiteit van die patiënten geeft, dat is ook automatisch gelinkt aan de voldoening die je krijgt. Dat is besmettelijk, gevaarlijk, addictief. Dan kun je verslaafd raken, om het simpel te zeggen. En welke tijd praten we nu over? Dat je voor het eerst, laat maar zeggen, je bewust werd van het feit dat je wat meer over die pijn wilde weten en daar meer mee wilde doen? Ja, dat is eigenlijk van in het begin geweest, maar dat werd duidelijker na mijn ervaringen in Australië, waarbij eigenlijk continu, avant la lettre, toen er op het gebied van pijnwetenschappen, zeg het Max Soesman, wel de literatuur door en door kende. Maar toen was er ook nog niet zoveel. Toen waren er nog niet de neuroimaging studies. Toen wisten we allemaal nog niet zo heel veel. Maar er werd wel, vanuit een klinisch redeneerbril, werd er echt wel gekeken, of werd er continu, iemand zoals Bob Elvey was een klinisch brein, dat eigenlijk echt op zoek ging naar, maar hoe komt dat hier? Wat is het mechanisme hierachter? En we gaan die wat toch een beetje een Maitland-based signs and symptoms approach was, binnen een biomechanical approach, was gezegd van, ja, wat is hier het mechanisme dat daarachter zit? En dat kan vanuit structuuranalyse gebeuren, maar dat kan dan ook uiteraard vanuit een veel bredere biopsychosociale aanpak bekeken worden. Dus dat is vrij vroeg geweest met die attitude, toen nog met heel veel vraagtekens. Ik denk dat we nu een heel stuk verder staan en we zeggen, we kunnen nu beter begrijpen. En dan is het een zoeken naar wat past bij die patiënt eigenlijk, om ook die veranderingen teweeg te brengen naar een controle over die pijn en een integratie in het dagelijkse leven, dat het terug een leefbaar leven wordt. Mm-hmm. Maar de patiënten zelf en het impact op hun leven, we zeggen het vaak binnen de zeg maar, life on hold. Dus die mensen die bij u zitten en zeggen van, Dit is ik leef niet meer. Ik zit vast. En niet vast van mijn nek of mijn rug zit vast, maar mijn leven staat on hold. En het impact dat je daar, hè, en uiteraard, dat is niet 100% succesvol, maar het impact dat je kan hebben en opnieuw dan de voldoening die je daarvan krijgt. Ik ben altijd heel dankbaar. Hè. Ik heb gisteren een hele dag kliniek gedaan, praktijkconsultaties gedaan, patiënten gezien. En de verhalen die patiënten vertellen, dan denk ik van, ja, fijn dat je dat deelt eigenlijk. En van daaruit te mogen mee vertrekken op die journey naar het zoeken van oplossingen, stap voor stap, om dat te controleren. En de dankbaarheid die je daarvan krijgt, dat is eigenlijk hetgeen dat mij dan tussen aanhalingstekens verslaafd gemaakt heeft. En dat moet bij het addictieve, dat je zegt van, met alle respect, maar dat je dan de meer eenvoudige dingen, als die er af en toe eens tussen komen, dan zeg je van, oh ja, doe maar. Dan kun je op automatische piloot benaderen. Maar bij dit type patiënten kun je niet op automatische piloot. Dat vraagt een continue alertheid. Maar die houdt je ook net wakker. En je zegt van, zijn ze dan niet moe op het einde van de dag? Nee, die houdt u wakker omdat het fijn is. Omdat je aangegrepen bent door die verhalen. En omdat je daar ook wilt oplossingen voor zoeken. Mm-hmm. Voor de duidelijkheid, we hebben het nu over neoplastische pijn. Hè? Er zijn grofweg drie soorten. Hè? Als we al willen kaderen. Hè? De nociceptische en de neuropathische. En dit gaat dan meer over de neoplastische pijn. Ben je het ermee eens dat meer een ziekte is, neuroplastische pijn? Daar wordt in bepaalde onderzoeken wel over gesproken, dat het aan zich al een ziekte is en niet zozeer een waarschuwing, hè, zoals bijvoorbeeld de nociceptische pijn, een waarschuwingsmechanisme, maar meer een ziektebeeld is, pijn, en dan met name de neoplastische. Ja, ik wou ook nog heel even aanvullend zeggen. Vaak zie je toch wel dat er mixed patterns zijn. Hè? Dus, ja, maar uw indeling is uiteraard zeer correct. Maar
om, ik geef dat even aan, omdat je vaak bij studenten ook ziet dat je probeert het dan in te delen in die vakjes en welke van die is het dan nu. Mm-hmm. Maar het is inderdaad dan eerder dominant, zoals we dat dan aangeven, wat eerder neoplastisch eigenlijk. Mm-hmm. Maar ja, ik denk op basis van al de studies die er gebeurd zijn, vooral de neuroimaging studies eigenlijk, die hebben ons enorm uitgedaagd om helemaal anders te denken over chronische pijn, aanhoudende pijn, zoals wij het liever noemen, nu. En dan eigenlijk zeggen, dit is eigenlijk een disease eigenlijk, hè, een ziekte, hè, zoals je aangeeft. Ik heb het natuurlijk wel wat moeilijk met ziekte, heeft heel veel connotaties. Dus vanuit een nocebo-effect heb ik het daar exact, wat moeilijk mee. Exact, het wordt al snel een nocebo als je het een ziekte noemt. Hè? Ja, ja, dus vandaar gebruik ik het niet zo heel vaak, maar in communicatie naar patiënten toe, om te zeggen, als je puur op moleculaire imaging niveau of puur op functioneel, structureel imaging niveau kunt gaan, vind je heel veel ondersteunend materiaal vanuit de wetenschappen, waar je kunt zeggen, wij kunnen chronische pijn, aanhoudende pijn, zien als een ziekte. Mm-hmm. Waarbij dat het wel direct een input geeft om het dan ook te behandelen met die aanpak die het dan in die context bekijkt, zoals we kijken naar bijvoorbeeld diabetes, astma, wat eigenlijk ook chronische aandoeningen zijn, hè, chronische ziektes, waar sommige mensen eigenlijk al bij al, ik zeg altijd heel vaak, ik zou niet willen wisselen, en het is niet dat ik het zou willen hebben als ziekte of als aandoening, maar waarbij sommige mensen, als ze daar goed inzicht in hebben, ook heel goed in staat zijn om controle te hebben over hun leven terug. Als ik het daar juist heb over my life on hold, dat zij kunnen zeggen van ik heb niet meer die continue pijn. Of ik heb nog wel pijn, maar mijn leven gaat verder. Mm-hmm. Ik kan heel veel zaken doen. Of ik weet wat ik moet doen om te vermijden dat ik een opstoot krijg. Een opstoot van wat? Een opstoot van diabetes, een opstoot van astma, een opstoot van chronische pijn. Mm-hmm. Als ziekte eigenlijk. Mm-hmm. Duidelijk. Pieter die zei het al, ik vroeg aan hem, wat kunnen we nou het beste doen met patiënten met chronische pijn? Toen zei hij, luisteren, dat is dan één. En dan komt mijn vervolgvraag naar jou toe, hoe communiceren wij naar de patiënt over pijnbeleving, over pijngedrag? Mm-hmm. Ja, ja. Wel, ik kan mij natuurlijk, I can't agree more met het dat het begint met de luisteren, tell me your story, als insteek eigenlijk. Ik denk dat het eerste wat volgt op dat luisteren is eigenlijk het valideren van het verhaal van dit is echt. En vanuit een empathische insteek. Geïnteresseerd zijn in dat verhaal. Mm-hmm. En daar eigenlijk op een reflectieve manier eigenlijk ook rond te communiceren. Mm-hmm. Van in het begin heel duidelijk weet wat de patiënt zijn leven was. Ik zeg altijd, the life before the back pain. Mm-hmm. En ik doe eigenlijk gewoon, ik zeg van, kijk, ik heb je dossier, hè, ze hebben meestal al een heel dossier mee of doorgestuurd. Mm-hmm. Ik zeg, ik heb dat wat doorgelezen, hè. Ik heb beelden bekeken en die zaken. Ik zeg maar, vertel me nu eens over je leven voordien eigenlijk. Hè. Dat is dat luisteren, maar ook van dat luisteren, waar zou je nu, hè, waar the life before the back pain, waar wilt je naartoe? Waar zou je terug, even gewoon imaginary, waar zou je terug naartoe willen gaan? En vanuit die optiek eigenlijk gaan zoeken, en dan kom ik terug op je vraag van naar communiceren over pijnbeleving en pijngedrag, is het eigenlijk vooral gaan zoeken. Ja, helpt u dan? Is dat adaptief? Of is het maladaptief? Dus zeggen we, die woorden gebruiken we niet bij de patiënt. Maar dat is eigenlijk de visie die erachter zit. Dat je zegt van, ja, kijk, ja, ik ben gestopt met dat te doen. Ik doe dan en meer. Hoe voelt u daarbij? Dus dat is eigenlijk het communiceren naar de beleving. Hè? Dus de vraag is, naar wat gaat je communiceren rond pijnbeleving en pijngedrag? Nadat je het geluisterd hebt bij de patiënt, dan gaat je op zoek naar, zijn die strategieën die je hanteert, heel vaak
zijn dat strategieën waar ze zeggen van ja, maar ik heb dan tenminste die opstotende meer van een hevige pijn. Dat ik echt moet plat liggen. En ik heb vorige week een patiënt gezien die tot 4 keren toe met de ambulance naar het ziekenhuis is gevoerd. En daar dan een week ligt en geen millimeter kan bewegen van de pijn. Mm-hmm. En dan eigenlijk een pijngedrag vertoont waarvan dat je zegt van dit is zo vermijdingsgedrag geïnduceerd dat het u eigenlijk... ja, klaarmaakt voor de volgende opstoot natuurlijk en ook totaal geen leven meer geeft. Hè. Dus de waardevolle activiteiten die zijn door die angst voor die pijn, door die cognities, die gedachtegang. En dus hoe communiceren wij? Wij proberen die naar de surface te brengen. We proberen net te weten van ja, hoe denk je daarover? En heel belangrijk, Joost, is dat we gaan kijken van waar komt dat? Hoe komt dat jij denkt dat dat niet goed is? Ik zeg maar heel concreet voorbeeld. Patiënten, ja, vroeger ging de life before the back pain. Vroeger ging ik lopen, deed ik dit. Hè? En nu? Ja, nee, dat mag niet meer. Nee, dat is niet goed, hè? Ja, ja. Waarom niet? Waarom? Ik bedoel ook, is dat echt niet? Allee, of, ja, nee, maar ze hebben mij gezegd dat. Ja. Hè? En dan ga je proberen te tracen. Mm-hmm. Eigenlijk te backtracen van waar komt dat? Mm-hmm. Ik zie vaak een patiënt, metaforisch uiteraard, die zit in een doolhof. Mm-hmm. En die komt van ergens, the life before the back pain. En die wil eigenlijk terug naar waar hij vroeger zat, maar die zit vast. En die zit in die doolhof. En de doolhof is het healthcare system. Hè? Dat is het gezondheidssysteem waarin hij vastkomt. Ja, maar ze hebben mij infiltraties gegeven. Heeft dat geholpen? Mm-hmm. Ja, heel even. Maar dan zaten ze daar vast. En dat we dan gaan kijken in hoeverre dat daar pijngedrag... cognitieve gedachtegoed bij meespeelt, angsten, emoties bij meespeelt. Mm-hmm. En in hoeverre dat die te reconceptualiseren zijn. Mm-hmm. Dat die echt zijn. Hè? Als je wil gaan schaatsen, ik heb het paasweekend in Friesland doorgebracht, in de buurt van Leeuwarden, Delfstedentocht, verder nu dat was geen ijs. Maar de metafoor rond ijs gebruik ik al is in de dingen van ja, als ijs echt niet dik genoeg is, als het niet dik genoeg is, ga dan niet de Elfstedentocht met die duizenden mensen rijden. Dus dan is dat oké van te zeggen, ik ga dat niet doen. Maar als uw ijs dik genoeg is, en dan te gaan zeggen, ja, maar we zijn bang dat we er gaan doorvallen, dan zou het wel best kunnen dat je het liefste wat je in je leven wilt doen, dat is de Elfstedentocht ooit eens gaan rijden, dat je gewoon niet gaat doen uit angst om door het ijs te vallen. En dan zit je in een vicieuze cirkel waarbij dat bijvoorbeeld nu angst en de gedachtegoed die daar rond ontstaat, eigenlijk u totaal verlamt in het willen doen wat je graag wil doen. Mm-hmm. Duidelijk. En dan vanuit die doolhof, maar dat noem ik dan de helikopterview op de doolhof, van waar ze komen, waar dat ze naartoe willen gaan, dan gaan kijken van hoe raken we hieruit. Mm-hmm. En dat is dat pad, die route, weten dat het heel vaak, dat zeggen we vaak van in het begin, dat het met vallen en opstaan is, maar dat het de moeite vaak is om die route aan te vangen. Mm-hmm. Dat aan te vangen. Als we dan kijken naar angst, hè, pijnangst, of angst voor pijn, hè, ik doe het niet meer, want dat mag toch niet. Hoe kan je daar een ontspanningsstrategie inbouwen, zodat die mensen weer vertrouwen krijgen dat ze het wel kunnen? Ja, dat is een heel mooie, dat is een heel toepasselijke binnen onze conceptuele benadering rond CFT. Dat zien we heel vaak. Hè. Mm-hmm. Als we gewoon blijven bij het voorbeeld, patiënt zegt van ja, ik kan niet bukken of ik ben bang om te bukken. Want, dan probeert je dat opnieuw te begrijpen vanuit het verhaal van die patiënt. Als die patiënt tegen mij zegt van ja, als ik dat doe, dan loopt het fout. Als ik dat doe, dan loopt het fout tot het niveau dat ik echt plat ligt, dat ze mij moeten komen halen, of die heeft een vorige ervaring, hè? Dus de pain experience, de voorafgaande ervaringen. Dus in antwoord op uw vraag, dit begint voordat we ook maar met enige strategie willen beginnen, willen we weten rond het valideren van oké, je hebt die angst, of je durft dat niet doen, of je zegt, ik kan dat is niet goed. Om te gaan kijken van waar komt dat? En gaan kijken, is het... Je hebt mensen zeggen, ik ben niet bang dat men een discussie er gaat uitploppen. Hè? Maar ik ben wel bang voor de pijn die komt, omdat ik die al wel een aantal keren gehad heb, als ik dat doe.
En dus vanuit de pijnfysiologie en weten dat er zoiets bestaat als een conditionering, mm-hmm. dan zijn zij gewoon geconditioneerd dat ze denken dat dat samengaat. Mm-hmm. Dat valideren en gaan kijken van waar het komt. Je hebt een aantal mensen die gewoon zeggen van ik buk niet, want men heeft mij gezegd dat uw discus er anders terug kan uitzoeken. Dat doet het beter niet meer. Je bent beter voorzichtig. Ja, ik heb patiënten die je dan bijna in één sessie ergens kunt reconceptualiseren door te zeggen van ja, en is dat zo? Ah ja, ze hebben dat gezegd, dat weet je toch, op de drugschool of waar ze het geleerd hebben. Ah, een collega heeft mij dat gezegd, wie het ook is. En dat we zeggen van, helpt het u? En daar zo die reflectieve vragen stellen en kijken, wat is de respons? Soms kijken mensen naar mij en zeggen van... Maar hoe bedoel je, helpt het u? Wat bedoel je daarmee? Helpt het u in het vinden van een oplossing voor uw probleem. Nu, dat is een retorische vraag, want het helpt u helemaal niet, want ze zitten al 5 jaar of al 10 jaar met klachten. Maar de vraag stellen om nu, dat komt een beetje terug, van ja, hoe communiceer met patiënten over wat? Ik kan zeggen, ja, dat is het slechtste wat je doet en je moet daarmee stoppen met dat te doen. En dan is het probleem opgelost. Mm-hmm. Maar dat werkt, ja, dat is een beetje belerend gaan doen. Zeker. Dat veroorzaakt heel vaak wat we noemen de backfire effect, waardoor dat mensen net het tegenovergestelde gaan doen. Zeggen van, ja, nee, die kijken dan naar u van, oei, ik dacht dat ik hier bij een rugexpert zat of iemand die echt een autoriteit is en je weet niet eens dat dat gewoon niet goed is. Mm-hmm. Mensen hebben echt heel, de studies van onze groep, GP Canero, hebben heel impliciet vaak, ze gaan dat soms niet expliciet zeggen, maar zeer impliciet zit daar diep in, ja, maar u bukken met een ronde rug, dat is echt wel niet goed. Hè? Mm-hmm. Dat zit daar heel diep impliciet in, dat komt van ergens. Maar als je dan de ervaring kunt geven in, of het besef van, ja, eigenlijk helpt mij dat niet. En zou het safe zijn, en dat is dan met het graduele, de exposure die wij eigenlijk continu doen, met de behavioral experimental learning, proberen we dan te zeggen van, ja, maar zouden overwegen om toch eens te kijken of als het anders kan en wat het effect is. Omdat ze heel vaak het antwoord op die retorische vraag, helpt het u, is natuurlijk, nee, helpt het? Nee. Wat is het gevolg daarvan? Het gevolg daarvan is dat ik mijn waardevolle activiteiten in het leven ook niet meer doe. Mm-hmm. Want als je begint met je schoenen niet meer aan te doen, dan gaat het ook niet meer in je tuin werken, dan gaat je kleinkinderen niet oppakken, dan gaat je niet andere actieve activiteiten doen die je nu net de zinvol geven in het leven. En dan gaat je, en dat is de hele ironie en het vicieuze cirkel vooral, dan gaat je toch nog regelmatig acute opstuiten hebben, waarbij dat je opnieuw die angst ontstaat en zo verder. Juist, juist. Duidelijk. Als we kijken naar de cognitieve functionele therapie die jullie heel succesvol onder ons collega's brengt of brengen. Wat is bij benadering, het is een beetje bot om te zeggen success rate, maar meer, ik zit meer te denken in... Een patiënt kan angst hebben om te bewegen of kan het catastroferen, maar het kan ook een functie hebben voor ze, bijvoorbeeld. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het ze iets oplevert. Niet een examen doen of niet naar het werk willen of, nou ja, goed. Ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Ja, absoluut. Hoe groot is dat gedeelte waar je dus geen succes kan behalen? Want in mijn ogen zou je dan hoort het in mijn ogen al bijna bij iemand die daar een gedragstherapeut of iets. Of waar houdt het voor ons op als fysio- en manueel therapeuten? Ja, dat is een hele goede vraag. We zien eigenlijk, je kunt het zelfs van onder ook bekijken, zelfs van waar hoef je dit niet te doen en zou het eigenlijk een overshooting zijn. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk over pain-related cognitieve, emotionele, psychosociale factoren die toch meespelen. Als er pain-related cognitieve, psychosociale factoren zijn die meespelen en die, die dominant zijn, die maladaptief zijn en die reconstrueerbaar zijn. Dus daar is een indicatie voor. Er zijn zaken waarbij dat helemaal niet zo in diepte moet aankomen. Maar daar zijn zeker gevallen waarbij dat je met een profiel zit van patiënten die eigenlijk behoren tot mental illness disorders, wat je kan zeggen, waarbij dat je zegt, van, daar kan een aspect van CFT wel een meerwaarde betekenen, maar enkel in combinatie met
En dat noemen we dan interdisciplinaire aanpak. Mm-hmm. Waarbij dat je dat samen doet met een team. Mm-hmm. En ik denk dat eigenlijk de uitdaging is. Dat is wat je daar aangeeft, als er bepaalde comorbiditeiten zijn. Hè, mm-hmm. een heel typisch voorbeeld dat aangehaald wordt, is als er ergens een majeure klinische depressie is. Mm-hmm. Als onderliggende aandoening, die elke keer heeft zich van, ja, maar ik kan dat niet. Hè, dat heeft invloed op je self-efficacy. Die depressie, dat heeft invloed op heel veel zaken. Dan is dat een rem om dit toe te passen. Een ander voorbeeld is de mensen die bijvoorbeeld een posttraumatisch stresssyndroom gehad hebben. Mm-hmm. En daardoor eigenlijk angsten ontwikkelen. Die dan niet meer pain-related fear zijn. Dus die gaat ook door, die gaan zich doorzetten. Dat waaiert uit naar rug, nek, gerelateerde musculoskeletale dingen. Maar die vinden hun primaire oorzaak in een traumatisch event. Dat gebeurd is in hun leven. En die mensen hebben eigenlijk een meer team approach nodig. Wat zijn de grootste, wat zijn dan in die zin de grootste verschillen tussen gedragstherapie? Behavioral therapy of de functionele therapie? Ja, dus je bedoelt CBT, CFT, compare, contrast eigenlijk. We kunnen beginnen met wat eigenlijk de verschillen zijn, maar we kunnen ook zeggen, van daar zit zeker een gemeenschappelijke basis. Hè. We zeggen ook altijd, we hebben niet het wiel heruitgevonden, maar het initiële insteek van dat we een gedragsverandering willen, het patient-centered approach en zo, dat is gemeenschappelijk. Maar ik durf toch stellen dat de aanpak zelf van CFT toch wel sterk verschilt ten opzichte van CBT en een aantal zeer originele aspecten heeft en eigenlijk veel minder ten opzichte van CBT eigenlijk vooral alleen op het mentale gaat focussen, gaan we eigenlijk hier veel meer de patiënt uitdagen en gaan we de patiënt eigenlijk op een functionele manier, vandaar dat we dus hebben heel lang gediscussieerd met de groep over de naam. Voorlopig staan we erachter, het gaat misschien ooit wel eens veranderen en misschien ergens zoiets als psychologically informed physiotherapy is misschien wat breder. Mm-hmm. Maar eigenlijk uit een cognitieve, geïntegreerde, progressieve belastingsdingen, waar dat die graded exposure with control in een zeer functionele manier inzit. Mm-hmm. Waarin dat we veel breder kijken. Hè? Dus het is eigenlijk een soort van CBT, komt vanuit de psychoanalytic therapie en is ook een gedragstherapie. Mm-hmm. Is al wat historisch, staat al wat verder. Maar bijvoorbeeld, wij gaan patiënten onderzoeken en gaan kijken. Misschien is er bijvoorbeeld een deconditionering van uw onderste kwadrantketen. Hè? Dat mensen met door inhibitie, door avoidance behavior gewoon een gebrek hebben aan een goede conditie. Mm-hmm. En daardoor ergens bepaalde patronen gaan ontwikkelen, waardoor dat ze systeem, dat in uw nociplastisch verhaal van de juist met uw centrale sensitisatie wat gevoeliger zijn, daar dan eigenlijk gaan continu ergens gaan op een perifeer niveau gaan irriteren, gaan belasten. Dat we zeggen van, kom aan, we gaan oefeningen doen, squat-oefeningen, mm-hmm. lounge-oefeningen, step-oefeningen, waarbij dat ze dan wandelen, lopen, waarbij dat ze dan zich conditioneren, omdat er een deconditioning is. En dat doet men niet binnen CBT eigenlijk, wat vooral vanuit het cognitieve, vanuit het mentale is. Mm-hmm. Duidelijk. Ja, ik zat eigenlijk even te denken. Op zich zijn alle vragen nu van mij wel redelijk goed. Nou, wat zeg ik? Uitstekend beantwoord. Mijn informatie tekort is behoorlijk aangevuld. Waar bent u nu mee bezig? Met welke heeft u? Ik zag dat u alweer. Oh, ik begin nou toch u te zeggen. Waar ben je nu op dit moment mee bezig? Want ik zag dat je volgens mij nu in dit jaar alweer 4 publicaties waar je bij betrokken bent. Mm. Ben je nu nog bezig met een bepaalde, ontwikkeling van jullie model? Of?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, het stopt nooit. Nee. Het zal ook nooit stoppen, zelfs als wij stoppen. En het is fijn dat ik u hoor zeggen, waar zijn jullie mee bezig? Het is uiteraard, we hebben een zekere betrokkenheid bij die dingen, maar dat gaat hoe het nu coördineren eigenlijk en meesturen, is heel vaak vanuit een onderzoeksgroep, waar we mee een team werken, het zijn internationaal, PNED, maar ook lokaal met doctoraatstudenten en postdoctoraatstudenten. En onder andere waar dat we nu mee bezig zijn, is bijvoorbeeld die bril, waar we het daar juist over gehad hebben, de manier van dat geïntegreerd biopsychosociaal model en die cognitieve functionele therapie toe te passen. Van is eigenlijk te kijken naar bijvoorbeeld, dat is een van mijn postdoctoraatstudenten, Sarah Mingels, heeft nu een volgende stap in haar postdoctoraal onderzoek om te gaan kijken bij mensen met wat we noemen cervicogene hoofdpijn. En dat we daar zien dat die multidimensionele profilering, die we eigenlijk ook, zo zijn we begonnen met de lage rugpijngroep ook gaan te kijken. Werk van Martin Raby bijvoorbeeld, ongeveer 2016, manual therapy toen nog. Te gaan kijken, hoe zit die groep in elkaar met cervicogene hoofdpijn? Is dat echt gewoon een dysfunctie van een hoogcervicaal segmentje ergens? Of zien we daar toch in het beter begrijpen van wat er allemaal achter zit, van pain processing, zien we daar ook die centrale sensitisatiecomponent, dat nociceptive-plastische, waar je het daarnet over had, Joost. Is dat ook in de richting van de trigemino-cervicale complex een beetje waar jullie dan... Of is het nog meer op gedrag wat erbij komt? Ja, dat is maar één deel van het verhaal, omdat studies die we onder andere in het kader van het doctoraat van Sarah nu gedaan hebben, is dat we zagen, als we die groep gaan bekijken ten opzichte van normatieve data, naar profilering toe, maar dan profilering op gebied van pain processing, profilering op gebied van lifestyle factoren, profilering op gebied van psychosocial factors, dat die zich eigenlijk wel discrimineren. En dan kunnen we dat niet meer toeschrijven aan een puur lokaal proces ergens dat je zegt van oké, de nucleus caudatus van de nervus tegemens, en het is ergens een hoog cervicaal, als hier op duurt, doet daar pijn. En dit biedt heel veel mogelijkheden naar de CFT-approach, de psychologically informed, de educational approach, bij mensen met cervicogene hoofdpijn, waar er inderdaad ontegensprekelijk, zeer vermoedelijk, een lokale, perifere component kan zijn. Maar vanuit die bredere insteek, die we geleerd hebben vanuit die andere groep, en dat proberen we meer te doen. Je ziet ook dat mensen van onze groep ook andere regio's rond osteoartritis van de knie gaan aanpakken eigenlijk met die aanpak. Dat is één van de zaken dat men nu vraagt, hè, dat we dat gaan exploreren, omdat we altijd voorzichtig zijn. Hè, die zeggen van ja, dat werkt ook daar, maar dat we dat gaan exploreren in een andere populatie. En dan een soort van, want er is een enorme gap in de literatuur eigenlijk, bij die anderen, dat we daarmee die gap ook kunnen vullen. En dan gaan kijken, als we die geprofileerd hebben, of er uiteraard een specifieke aanpak volgens die methode dan ook therapeutisch succesvol is. Want we zien dat dat toch niet zo goed is met de huidige aanpakken alleen. Hè, als we dan vooral kijken naar lange termijn opvolgingen. Interessant, ik kijk er naar uit. Wanneer verwachten jullie de eerste resultaten uit het onderzoek? Als alles meezit, dan kan ergens in november de studie van start gaan. Hopelijk hebben we dan een financiering voor die jaren, dus en route. Hopen we toch al wel wat aan de wereld kenbaar te maken. Dat is ook een heel belangrijk deel, denk ik. Waar halen jullie die patiënten vandaan? Want de prevalentie van deze vorm van hoofdpijn is natuurlijk niet zo heel hoog. Ja, dat is een hele goede vraag. Maar het is bijvoorbeeld in het kader van het doctoraat van Sarah zeer goed gelukt. Door de samenwerking met neurologen eigenlijk. En je ziet wel, en dat is ook het werk dat moet gebeuren, denk ik. Hè, dus het naar de toekomst toe, hè, het interdisciplinair eigenlijk. We spelen met een aantal zorgverleners mee binnen musculoskeletale aandoeningen. Vanuit verschillende perspectieven moeten we elkaar beter leren kennen. En die neurologen die zeggen van... We zien NKO-artsen die verwijzen door, die zeggen... Kijk, uw oorpijn of uw
Kaakpijn. Kaakpijn. Dermatologen die zeggen, het komt niet van uw kaak, het komt niet van uw oor, maar het komt van uw nek. En dan met dat bredere plaatje kijken, dus de artsen-specialisten. Dus dat is één bron van, maar uiteraard ook vanuit collega's die in de eerste lijns perifere setting zitten. En eigenlijk mee zorgen voor de doorstroming van relevante patiënten. Perfect. Ik ben zeer geïnteresseerd in hoe dat gaat lopen. Het klinkt in ieder geval ontzettend interessant. Tot slot, Wim. Ik had aan Pieter gevraagd of hij nog een vraag voor je had. Ik weet niet of je de podcast met hem geluisterd hebt. Hij vroeg of je nog steeds zo hard werkte en of je genoeg rust nam. Kan beter. Kan beter. Alles kan beter. Het is ook allemaal leuk, hè, wat je doet. Ja, dat is het addictieve waar ik het over had. Hè. Mm-hmm. Dus, zoals Pieter ook zei, het vinden van een gezonde work-life balance en zo verder. Maar we zijn ons daar heel bewust van. Ik denk dat dat een eerste stap is. Kan altijd beter. En ik denk dat mensen die in de zorgverlening zitten, die bewust zijn, dat is een eerste stap. Maar ik denk wel dat we ook wel zorgen dat we voldoende slapen, dat we fysiek actief zijn. Mm-hmm. Ik speel tennis, ik ga lopen, ik ben in Friesland gaan zeilen. Mm-hmm. Ik heb een deel van de Elfstedentocht gefietst. Er is ook live... We hebben net de klassiekers gehad bij jullie. Ja. Ik was nog op de Quaremont een paar weken geleden. Ja, en jullie hadden de Amstel Gold Race. Ja. Met afwezigheid van Wout van Aert natuurlijk. Ja, zonde. Was beter geweest als hij erbij was, absoluut. Nou, in ieder geval heel hartelijk dank voor het gesprek, Wim. Ik denk dat iedereen hier met heel veel plezier naar gaat luisteren. En ik wens je veel wijsheid in het vinden van meer vrije tijd. Ja, dat is een mooie wens. Dat is een mooie wens. Ja.